Hoi, we zijn vandaag in IKEA Zwolle om te kijken wat mensen allemaal in hun Fractatassen stoppen. Dankjewel. Ik ga proberen om ze daar wat stylingtips over te geven en nou gewoon eigenlijk heel brutaal kijken wat ze allemaal meenemen. Dus ik zou zeggen, deel er veel uit, zodat ik veel mensen kan aanspreken. Ga ik doen. Dank je. Ik zag je net al zo kijken, als hij me maar niet aanspreekt. Ja, inderdaad. Ik ga het toch doen. En want meneer loopt nu weg, maar ik ben dus zo benieuwd wat er in die tas zit. Zou ik u iets mogen vragen? Zeker. Wat heeft u in uw tasje zitten? Ja. Nou, er zit een piranha vast. Vertel. We hebben een Volkswagen busje, die verbouwen als camper. Geweldig. En daar moet dus boven het keukentje van die rekjes komen. We zijn bezig met het kamertje van onze oudste dochter. Ja. En de kinderen zijn vandaag naar de opvang, dus we dachten, we hebben de rust om alles eens even uit te zoeken. Wat is jullie relatie tot elkaar? Mijn schoonmoeder. Ja, wat leuk. Nou, dus dat gaat goed. Tuurlijk. Een Volkswagen busje. En daar gaat u ook echt mee op pad? Jazeker, jazeker. Is geweldig. En dat doe ik. U bent dat helemaal zelf aan het verbouwen? Ja. Ja. Leuke kleur. Waarom deze kleur? Omdat het huis ook die heeft ook die kleur. Dus ja, nou ja, mijn vriend heeft het huis helemaal zo geverfd. Dus dan moet je erin mee, hè? Ja, dan moet je erin mee. Als ik jullie dan ook een tip mag geven, wat leuk is, want dat doen jullie ook al zelf een beetje, zoveel mogelijk stapelen, hè? Dus ook de hoogte in. Hè? Dus dat je ook dingen aan de wanden kunt bevestigen. Ja. Kijk eens. Een hele mooie sprei is het, hè? Voor over mijn bed. Voor over je bed? Ja. Oké, en heb je dus veel wit en frisse kleuren of is het juist het enige witte item? Dat is denk ik het enige witte item. We hebben het hele slaapkamer groen. Groen? En dan een wit bed, zeg maar. Oude schoolkistjes. Past vaak ook wel in een wat meer vintage stijl. Wat, hè? Dat is ideaal voor in een camper natuurlijk, want je kan daar alles in stoppen. WC-borstel natuurlijk. Of sorry, de afvalsborstel. Deze is ook geweldig natuurlijk als je een klein... Hoe oud is ze? Het wordt bijna 4. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Dat is ook wel zo'n leuk ding. Als je durft te combineren met prints, patronen. Zeker voor een kinderkamer moet je lekker mee losgaan. Ja. Eigenlijk dat wat je in je woonkamer niet durft, kan in een kinderkamer heel juist goed. Daar, dus dat, ja. Dat zijn hele leuke dingen. En in mijn slaapkamer heb ik 2 grote houten deuren tegen mijn muur aan. Als hoofdstuk bij mijn bed, zeg maar. Dus je durft wel. Ja. Hey, ik vond het hartstikke leuk dat ik er even in mocht kijken. Ik heb zelf ook een grabbeltas mee, de Grabbelfracta. Dus jullie mogen allebei van mij even een gokje wagen. Allemaal leuk. Heel grappig. Nou, dit is super handig. Kijk, je kan het zo overladen straks. Fantastisch. Nou, ja, die hebben we net allemaal vast gehad. Nou, dat is handig. Wat goed. Nou, dan komen ze dus goed van pas. Nou. Ik komt helemaal goed uit. Ja, hartstikke leuk. Kijk, notitieboekjes. Oh, het is een bom. Kijk, dat was inderdaad een goed idee. Ja, hè? Goed, ik dacht, die komt wel van pas. Dit was Wat de Fracta. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal, zodat je geen enkele Wat de Fracta woensdag mist. Volgende week ook niet vergeten te kijken, want die zit boordevol met tips. Dat wil je niet weten. Tot volgende week.